Oké, welkom. We gaan er pas alvast van start. Er zijn misschien al wat meer mensen die inkomen haken, maar die kunnen het begin nog terugkijken als we het later online zetten. Maar we gaan nu alvast van start. En welkom. Fijn dat jullie er zijn op deze vrijdagmiddag. Voor sommigen misschien net voor de herfstvakantie, anderen misschien nog een weekje aan de slag. En we gaan het vandaag hebben over inzicht in voortgang van leren met dashboards, inmiddels standaarden. Ik zal ons eerst even kort voorstellen. Ik ben Wietse van Brugge. Ik ben werkzaam als adviseur bij Kennisnet. En specifiek op dit onderwerp bezig binnen het Doorbraakproject. Als ketenadviseur. En daarbij ben ik bezig met het kijken naar inzicht in voortgang. En proberen te helpen om dat een stap verder te krijgen. Zodat er daar meer mee gedaan kan worden. Dat we meer weten wat werkt en wat niet werkt. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat het ook echt functioneel in de praktijk gebruikt kan worden. Jos, zou jij je nog even voor willen stellen? Ja, zeker. Wietse. Ik ben Jos van der Aarde. Ik werk bij Kennisnet. En ik doe behalve dingen voor Kennisnet ook dingen namens Kennisnet bij EU Standaard. En dat is dus het begeleiden van de standaardisatieprocessen. Oké. Waar gaan we het vandaag over hebben? Een aantal zaken behandelen we. Als eerste gaan we het hebben over inzicht in voortgang en waarom zijn standaarden daarvoor relevant. Daarnaast gaan we het hebben over wat standaarden nu eigenlijk precies zijn. En hoe ze tot stand komen. Daarnaast gaan we het hebben over welke standaarden nu eigenlijk relevant zijn voor een dashboard. En dan zoomen we specifiek in op UWLR. En als laatste gaan we het hebben over wat kunnen scholen nu eigenlijk betekenen voor de ontwikkeling van deze standaard. En hoe kunnen ze daar een bijdrage aan leveren? Was goed even zijn microfoon goed, zodat hij hopelijk wat beter verstaanbaar is voor iedereen. Waar gaan we het over hebben? Er zijn momenten op vragen te stellen. We klikken blijkbaar nog steeds relatief vrij zacht. Ik zal even kijken of ik daar iets aan kan veranderen. Is dat voor meerdere mensen het geval of niet? Het volume staat in ieder geval bij mij op maximaal. Dus oké. Dat komt bij andere mensen wel goed binnen blijkbaar. Oké, dankjewel voor de feedback dat het goed te horen is. Er zijn mogelijkheden om vragen te stellen. Via de chat kan dat. Het is misschien altijd even makkelijk voor ons om te monitoren als we bezig zijn. Er is ook een soort van Q&A optie. Die vind je linksboven in jouw scherm. Als je daarop klikt, dan kun je een vraag stellen. Die kunnen wij dan ook later even behandelen. Er zijn een aantal momenten tijdens het webinar waarop we momenten hebben ingebouwd om op vragen in te gaan. Dus dan kunnen we dat dan goed afhandelen. Het is lastig om dat tijdens het verhaal te doen. Laten we verder van start gaan. Inzicht in voortgang, nou, dat is natuurlijk iets wat in het onderwijs altijd al gebeurt. Op papier gebeurt dat ook. Je kijkt een toets naar, je kijkt een werk naar wat een leerling heeft gedaan. En dan komt een resultaat uit. Maar zoals je misschien ook wel ervaren hebt, is het best wel een hoop werk om al die informatie zeg maar, op te slaan. In een ander systeem, het over te typen. En dat is best wel bewerkelijk. Als je digitaal gaat werken, dan zou je de verwachting hebben dat dat automatisch zou kunnen. Dus automatisch een resultaat wat opgeslagen is, wat je niet nog eens een keer hoeft over te typen. Daarbij hoor je dan vaak van, oké, dashboards zouden kunnen helpen om dat te vermakkelijken, om gelijk inzicht te krijgen in wat leerlingen hebben gedaan. Als je werkt met digitaal lesmateriaal of digitale methodes, dan zie je al allerlei dashboards verschijnen. Die gekoppeld zijn aan wat leerlingen binnen het materiaal, binnen de digitale methode doen van een uitgever of van een andere leverancier, zoals een adaptief digitaal rekenprogramma, waarin je inzicht krijgt in wat leerlingen doen. En technologie kan daar echt een hele goede mogelijkheden bieden die beter zijn dan wat je analoog doet. Het is eerst makkelijker en efficiënter. Je zou er niets meer over overtypen en leerlingen gaan aan de slag en dan komt een resultaat en je zou direct inzicht kunnen hebben in wat de leerling heeft gedaan. Dus daarmee kan het actueel zijn. Je zou ook completere informatie kunnen krijgen over wat een leerling heeft gedaan. Als een leerling een opdracht maakt op papier, dan gaat er misschien ook wel heel veel informatie verloren. Welke opdracht vond hij moeilijk? Welke opdracht vond hij makkelijk? Waar heeft hij heel veel tijd over gedaan? Waar heeft hij minder tijd over gedaan? Nou, dat soort informatie zou je ook kunnen verkrijgen door digitaal te werken.
Dus zouden we ook een dieper inzicht kunnen krijgen in wat leerlingen doen. En met dat dieper inzicht en die bredere informatie, die actuele informatie, zou je het onderwijs ook persoonlijker kunnen maken. Je zou kunnen kijken naar wat leerlingen doen, welke resultaten het opleveren en daar proberen op te handelen en interventies op te plegen. En ik denk dat misschien wel de belangrijkste mogelijkheid, die digitalisering van leermiddelen, de mensen werkt dat het organiseerbaarder wordt om te personaliseren. Het is gewoon heel bewerkelijk, kost heel veel tijd om, zeker met papier, dat te doen. Daarmee zou dashboards kunnen bieden. Nou, er zijn dus al heel veel methoden dashboards die op zichzelf staan, die op zichzelf informatie bieden over wat leerlingen doen. Maar dat kan ook meer een noodzaak zijn om een soort overkoepelend inzicht. En daar zullen we vandaag iets meer over ingaan. Wanneer heb je dat overkoepelende inzicht nou eigenlijk nodig? Dan stel je nou eigenlijk voor dat je misschien niet met een methode werkt, of met een methode werkt met aanvullende digitale leermaterialen. En dan kan het zo zijn dat je in verschillende systemen moet inloggen om inzicht te krijgen in wat leerlingen hebben gedaan. Nou, zou het dan niet handig zijn als we daar een soort van overkoepelend inzicht kunnen krijgen? Of je beschikt verschillende vakken aan één groep. Zeker als je bijvoorbeeld in het basisonderwijs werkzaam bent, dan heb je gewoon één klas voor je, maar moet je over allerlei vakken zicht krijgen over wat ze doen. Wat zou als je dat op een meer centrale plek zou kunnen krijgen? Of je bent bijvoorbeeld mentor of begeleider, die ook verder wil kijken dan wat alleen maar één vak aan informatie te bieden heeft. Maar je zou misschien een beetje een totaalplaatje kunnen krijgen van, oké, waar zitten nu de sterke en zwakke punten van deze? Of waar zitten zijn interesses? Nou, om zo'n overkoepelend inzicht te kunnen krijgen, moeten er eigenlijk verschillende partijen samenwerken. In dit schema probeer je een beetje samen te voeren hoe dat dan in zijn werk gaat. Aan de ene kant heb je een leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem, waar informatie gaat over leerlingen. En aan de andere kant heb je allerlei verschillende soorten methodes en apps, een open digitaal lesmateriaal waar je mee werkt, waar informatie in zit. En uit al die systemen zou je eigenlijk gegevens willen krijgen die betrekking hebben over op de voortgang van de leerling. En al die informatie bij elkaar, daar zou je dan eigenlijk in een dashboard een soort van visualisatie willen maken die een overkoepelend inzicht heeft. Maar hiervan moeten dus verschillende partijen eigenlijk samenwerken om dat te kunnen realiseren. En er moet een soort van uniforme taal gesproken worden om dat mogelijk te maken. En om die generieke taal te ontwikkelen is het heel erg van belang dat we dat doen op een manier die het onderwijs ook echt helpt. En die ze aanzet op hun eigen visies, dat ze die resultaten kunnen gebruiken op een manier die past bij hoe zij onderwijs willen geven. En standaarden zijn eigenlijk een soort van generieke taal, die we op dit vlak moeten met elkaar moeten afspreken. En daarvoor moet je ook werken in een samenwerkingsverband van partijen. En je kunt het eigenlijk zien als een soort van keten. Er zijn verschillende partijen die op elkaar moeten aansluiten en moeten samenwerken om dit mogelijk te maken. Dus aan de ene kant heb je bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, je hebt de school zelf en je hebt de leveranciers van digitaal lesmateriaal die eigenlijk samen moeten werken om zo'n overkoepelend inzicht mogelijk te kunnen maken. En daarvoor zijn standaarden heel erg relevant. Dan eigenlijk als een soort van middel. Wat ervoor zorgt dat die informatie tussen elkaar kan worden uitgewisseld. Ik ga even kijken of er op dit moment vragen zijn. Zijn er op dit moment vragen over wat we tot nu toe behandeld hebben? Ik zie nog geen echt vragen staan in de Q&A-optie. Misschien dat er in de chat mensen zijn die nog een vraag hebben. Dat zie je niet. Dan gaan we even door naar het volgende punt. Ik zie toch een vraag. Ik kan me nog niet zo veel voorstellen bij wat een standaard is. Nou, dan gaan we eigenlijk in het volgende blokje eigenlijk wat verder op in. Wat nou eigenlijk een standaard is en wat dat betekent. Dus daar gaan we in het volgende blok aandacht aan besteden. Wat is nou eigenlijk een standaard? Nou ja, een standaard die je dagelijks gebruikt waarschijnlijk. Er is nog één vraag binnengekomen. Wat voor soort informatie is dan belangrijk? Alleen toetsinformatie of al het huiswerk?
Dat is een vraag van Mark Zwegers. Heb jij daar een antwoord op? Ja, Jos, heb jij daar een perspectief op? Ja, dit is een interessante kwestie die we ook eigenlijk gaandeweg behandelen. Want het gaat niet alleen om resultaten, maar het gaat ook om voortgangsinformatie. Of dat je wil vastleggen wat een leerling gedaan heeft. Of die überhaupt begonnen is. En of die iets gezien heeft. En of die het leesmateriaal bestudeerd heeft. Dat soort informatie hebben we het ook wel over. Maar dat wordt wel lastiger om daar op dit moment al standaarden voor te vinden. Dat is wel zo. Maar je kunt je eens voorstellen dat er allerlei andere informatie dan alleen toetsen gaat over bijvoorbeeld ook huiswerk. Moeten leerlingen een video kijken? Moeten ze gewoon een formatieve opdracht doen waardoor je inzicht krijgt in wat leerlingen doen? Daar gaat het hier ook over. Het gaat niet alleen maar om uiteindelijk een summatief toetsresultaat. Het gaat ook over alle andere informatie die uiteindelijk tot een voortgangsinzicht krijgt. En dat kan gaan van heeft een leerling iets gedaan? Heeft hij een opdracht gemaakt? En wat was daar het resultaat van? Maar het kan ook gaan over hoe heeft je die opdracht dan doorlopen. Daar gaan we verder in het webinar nog wel iets verder op in. Ik was bezig met het verhaal over standaarden. Een standaard die je eigenlijk elke dag gebruikt is de stekker. Toen elektriciteitsnetwerk net opkwam, waren er allerlei verschillende voltages. Allerlei verschillende manieren om stekkers aan te sluiten. En dat was eigenlijk gewoon heel erg onhandig. Je kocht een apparaat en je moet er eigenlijk op kunnen vertrouwen dat je dat apparaat zou kunnen gebruiken op jouw eigen stroomnetwerk. En een stekker is eigenlijk ook een soort van standaard, een soort van uniforme manier waarop leveranciers en leveranciers van het stroomnetwerk hebben afgesproken, oké, zo kunnen we zo zorgen dat iemand een apparaat altijd kan inpluggen en met zekerheid weet dat het werkt. Nou, dat is eigenlijk wat je je moet voorstellen bij een standaard. Een soort van afspraak die we met elkaar hebben afgesproken, zodat we iets op een uniforme manier kunnen doen. Nou, wat zijn eigenlijk de voordelen van een standaard? En waarom zou je willen standaardiseren? Nou, een van de eerste punten waar de voordeel blijft, is dat je gegevens op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier kan uitwisselen. Net zoals dat je met een stekker altijd weet dat het eenvoudig is en dat het werkt, dat het betrouwbaar is, doe je dat met een standaard voor bijvoorbeeld uitwisseling van leerresultaten ook. En als je met elkaar afspreekt om dat ook op een veilige manier te doen, met goede veiligheidsmaatregelen, dan kan het ook nog eens een keer veilig gebeuren. Het is ook efficiënter en goedkoper om maar één koppeling te hoeven maken en te onderhouden. Stel dat elke leverancier nou met zijn eigen standaard zou komen om informatie uit te wisselen. En dan zou je elke keer een nieuwe koppeling moeten maken. Als je dat nou op een centrale manier doet, op een iedereen dezelfde manier doet, dan kun je daar goed centraal organiseren. Jouw audio is een Oké. Zet ik het weer wat verder weg. Een ander punt waarop standaarden helpen, denk ik, is omdat je kunt naar iets verwijzen wat je als school nodig zou hebben. Je kunt de vraag van scholen helpen. Dus wil je dat jouw systeem kan uitwisselen met het systeem van een leverancier of van een andere partij, dan kun je zeggen van, hey, ondersteunt jouw systeem deze standaard? En dan kun je een zekere mate van zekerheid dat je een systeem hebt wat goed kan aansluiten op je bestaande ecosysteem van systemen wat je gebruikt binnen jouw instelling. Wat is nou eigenlijk een standaard? Jos, zou jij deze voor je rekening kunnen nemen? Wat het nou eigenlijk uiteindelijk op neerkomt? Ja, standaarden zijn natuurlijk heel divers, maar de standaarden waar we het hier over hebben, dat gaat toch om de uitwisseling van gegevens. En dat is dan een gegevensstructuur die wordt afgesproken. Welke gegevens zijn daarin verplicht, dus zijn geëist, en welke zijn daarin aanbevolen. En bovenop die techniek van die structuur heb je dan een technische koppeling van doe je dat via een webservice of doe je dat via de e-mail bij wijze van spreken. Dus hoe is die kanaal van begin tot eind geregeld? Maar standaard betekent ook van ja, als je een bepaald gegeven hebt,
Hoe is dat gegeven gedefinieerd? Wat verstaan we eronder, zodat je degene die het verstuurt daar dezelfde betekenis bij heeft als degene die het ontvangt? Dus dat noemen we dan vaak de semantiek van een gegeven. Dus bijvoorbeeld, welke naam geef je een vak? Dus als je een resultaat binnenkrijgt van een app of van een digitale methode, dan zou je daar eigenlijk ook over welk vak gaat het nou eigenlijk bijvoorbeeld? En welke vakaanduiding je gebruikt, zou je eigenlijk ook op een uniforme manier willen doen. Welke schaal gebruiken we voor het cijfer wat je meekrijgt? Ook daar moet je afspraken over maken, zodat je de gegevens ook altijd op de juiste manier kunt interpreteren en dat ze een beetje uniform zijn. Dus uiteindelijk maak je een soort van eisen en aanbevelingen voor de koppeling van technische systemen. En dat vindt ze uiteindelijk zijn weg in een soort van document, waarin dat dan beschreven staat wat we afgesproken hebben met elkaar en hoe we dingen interpreteren. Jos, jij vertelde dat jij ook bij Elifstand maakt. Ja. Kun je iets vertellen over wat Elifstandaard doet en welke rol speel je nou eigenlijk bij het tot stand komen van een standaard? Ja, ik zei al, Elifstandaard is de organisatie die standaarden beheert. En eigenlijk faciliteren wij dat proces. Dus wij ontwikkelen niet zelf standaarden, maar we proberen de betrokkenen, belanghebbenden bij elkaar te krijgen, zodat de standaard gaat ontstaan. En op het moment dat die standaard er is, dan is het ook belangrijk dat een standaard wordt onderhouden. Want op het moment dat er bepaalde ontwikkelingen zijn, of er is toch een onduidelijkheid in zo'n afspraak, dan hebben partijen toch vaak moeilijkheden om zo'n standaard te gebruiken. En dan wordt het heel snel lastig om dat in te bouwen in de applicaties. Dus heel belangrijk is ook het beheer, dus dat er wanneer er problemen, dat noemen we vaak issues, wanneer er problemen zijn of wanneer er wensen zijn om het te verbeteren, dat die ook verwerkt worden, zodat er dus ook aan nieuwe versies van standaarden kan worden gewerkt. En de Ede Standaard is een organisatie die daar principes in heeft dat het proces zo open mogelijk moet zijn, zodat iedereen die daar zich betrokken bij voelt en daar belang bij heeft, daar in ieder geval zijn inbreng kan hebben, zich kan laten informeren over wat de exacte details zijn van de standaard. En dat de resultaten ook publiekelijk open en vrij beschikbaar zijn. Vandaar dat op de standaard of op de website edestandaard.nl alle standaarden ook vrijelijk beschikbaar zijn. Ja. Dus dat is wel, denk ik, het belangrijkste. Dus het is aan iedereen vrij om ook zo'n standaard te kunnen implementeren. In principe is alle informatie beschikbaar, ook bijvoorbeeld voor een leverancier die het misschien nog niet geïmplementeerd heeft, om dat te kunnen doen, als iemand daarnaar vraagt. Ja, en we krijgen wel eens de vraag van, zijn die standaard A en de standaard B, kun je niet één voor die twee kiezen? Maar wij vinden als Ede Standaard dat wij dat niet moeten kiezen. Het werkveld moet bepalen welke standaard men kiest. En dan willen wij dat proces begeleiden, door alle belanghebbenden bij elkaar te roepen, daarover te stemmen. En die afspraak die leggen we dan vast en die publiceren we. En dan, dat is een standaard, een afspraak. Okay. We hebben een vraag binnengekregen over... Kun je misschien een heel praktisch voorbeeld geven van hoe je een standaard gebruikt? Het blijft erg theoretisch. Wat ik daar het eerste over zou zeggen is, een standaard is uiteindelijk iets wat... ik denk dat we daar misschien zometeen, als we het over een standaard hebben die specifiek gaat over uitwisseling van leerresultaten, dat je daar nog iets beter beeld over krijgt. Uiteindelijk is het gewoon een uniforme taal met elkaar afspreken. Dus wij spreken met elkaar Nederlands. Iedereen spreekt Nederlands. We gaan ervan uit dat mensen die in Nederland wonen Nederlands spreken. En zo kunnen wij informatie uitwisselen. Ja, ik denk, ik kan het misschien in de context van de UL nog iets duidelijker, maar zo'n afspraak wordt beschreven op verschillende niveaus, van wat voor soort van uitwisselingen
is die standaard voor bedoeld? En welke voordelen haal je ermee? Dat is meer voor de beslissers en voor de informatiemanagers bedoeld. En voor een lager niveau hebben we de technische beschrijving. En dat is meer voor de ontwikkelaars, voor de programmeurs bedoeld, dat die snel aan de slag kunnen en dat daar ook hulpmiddelen voor zijn. Dus ja, een standaard, behalve dat het programmeerwerk is om gegevens soms op een bepaalde manier te rangschikken en dan over te kunnen sturen of te kunnen ontvangen als op een gestandaardiseerde manier, zit daar ook informatie omheen van wanneer moet je het wel of niet gebruiken en wat biedt het voor voordelen? Ja. Oké. Okay. We gaan er zo nog wat verder over in. Als je nog meer vragen hebt, dan horen we ze graag. Want we willen juist proberen om het toegankelijk te maken wat het nou eigenlijk is. Jos, het woord is al een paar keer gevallen. IBLR. Dat is een standaard die ontwikkeld is juist voor de uitwisseling van leerresultaten. Dus onuit het systeem van een digitale methode of een adaptieve leermiddel, het eindresultaat daarvan, om dat zeg maar overkoepelende dashboard te krijgen of bijvoorbeeld naar jouw leerlingvolgsysteem. En dat is waar UWLR op richt is, om te zorgen dat we die uitwisseling kan plaatsvinden. Waar staat de standaard eigenlijk voor? Hij staat voor uitwisseling, leerlinggegevens en resultaten. Dus wat doet de standaard? Uit jouw leerlingadministratie, en daar staan heel veel gegevens over al jouw leerlingen. En die informatie zou ook naar een digitale methode kunnen gaan, of een adaptieve leermiddel, zodat het systeem weet welke leerlingen van deze school gaan met het leermateriaal werken. Dus er vindt uitwisseling plaats van de leerlinggegevens, en uiteindelijk geven die systemen uiteindelijk ook die resultaten terug. Dus wat doet UWLR? Er is een koppeling tussen twee systemen, een educatieve applicatie noemen we dat bij UWLR, dat is dan een digitale leermethode of een adaptieve leermiddel, die ontvangt gegevens van de leerlingen, dus deze leerlingen en met hun accounts gaan met het leermiddel aan de slag. Nou, dan gaat de leerling iets doen in dat digitale leermiddel, die gaat aan de slag, en de resultaten daarvan, die worden teruggegeven aan je LAS of leerlingvolgsysteem, zodat je kunt zien wat leerlingen in die applicatie gedaan hebben. En als je dat dan met allerlei verschillende soorten leermiddelen doet, dan zou je in principe uit al die verschillende leermiddelen ook al je resultaten kunnen krijgen. Zodat je een overkoepelend inzicht kan krijgen. Nou, UWLR is daar een standaard voor die precies gaat over dit vraagstuk. Hoe kunnen we nou informatie uit die systemen krijgen, zonder dat je daar een handmatige handeling voor hoeft te doen. En daarvoor is UWLR een geschikt middel voor. Om die gegevens op dit moment, als je nu een systeem hebt wat werkt met UWLR, dan moet uiteindelijk de docent op een knop drukken eigenlijk, een actie ondernemen, en dan worden de gegevens overgezet. Dus dat wat er op dit moment mogelijk is met UWLR. Heb jij daar nog een aanvulling op, Jos? Nee, dat is volgens mij de meest belangrijke toepassing op dit moment. Het is niet zozeer dat UWLR daaraan gebonden is. Het zou ook kunnen dat wanneer een resultaat behaald is, dat het dan wordt overgestuurd of dat het wordt opgespaard voor een hele maand, bij wijze van spreken, en dat het dan pas wordt overgestuurd. Dat zijn allemaal toepassingsmogelijkheden van UWLR. Dat is geen beperking. Dus je ziet bijvoorbeeld nu, eentje die jij heel vaak noemt, is dat je ziet dat het gebruikt wordt als er rapportvergaderingen aankomen en dat er dan inzicht gekregen wil worden. Ja. Dat wat de leerlingen allemaal hebben gedaan. Maar welke informatie gaat er dan eigenlijk over de lijn heen? Dus als er een koppeling is tussen het leerlingvolgsysteem en de educatieve applicatie en die wisselen gegevens uit, wat krijg je dan terug als informatie over het resultaat? Nou, je krijgt in ieder geval een soort van scoregetal, je krijgt een soort van normeringsschaal erbij en je krijgt het vakgebied erbij. Dus een score kan zijn van 1 tot 10, van 1 tot 5, onvoldoende, voldoende goed. Daar staat iedereen vrij in om er eigen keuzes in te maken welke scoregetal je geeft. En bij dat scoregetal zit ook informatie over hoe je die
welke schaal hier dan aan de orde is. Dus hoe moet je dit cijfer nou eigenlijk zien? Is het een 50 goed of is een 50 minder goed? Dat is informatie die je ook nodig hebt om bijvoorbeeld aan de kant van het leerlingvolgsysteem of leerlingmaatschapssysteem het cijfer op de goede manier te interpreteren. Dus ik weet, als mijn leerlingvolgsysteem bijvoorbeeld werkt met een schaal van 1 tot 5, dan zou je die schaalinformatie kunnen gebruiken om een cijfer van 1 tot 100 daartoe over te zetten, om het op een gelijkwaardige manier te kunnen weergeven. En om uiteindelijk een soort van uniform cijfer te kunnen geven. Dat is best een uitdaging, want de cijfers kunnen allerlei dingen betekenen, maar dit is wel wat er in de standaard is. Wat we ook wel zien in de praktijk is dat uiteindelijk de leerkracht nog wel het cijfer, het resultaat wil kunnen bewerken tot een eigen interpretatie over te brengen. Jos, jij noemt dit heel vaak als het een belangrijk punt is, dat je het resultaat nog moet kunnen interpreteren. Kan je daar iets over uitleggen? Ja, omdat we in UWL vaak over de methodegebonden toetsen hebben, is het wel belangrijk dat de leerkracht daar als een soort van toetsbegeleider, daar ook het overzicht in heeft van wat er precies heeft plaatsgevonden en daar ook dingen in kan corrigeren. En methodegebonden toetsen zijn denk ik toch andere dingen als de landelijk genormeerde toetsen, waarbij je toch heel erg vast is gesteld wat de leerling daarbij mag doen. Mag hij wel of niet de rekenmachine gebruiken, wel of niet een ander hulpmiddel of instrument. Dus die zijn veel strakker geregeld, ook veel strakker landelijk genormeerd. En daarvan moeten we natuurlijk wel proberen te voorkomen dat de leerkracht daar nog een eigen manier kan vinden om die resultaten nog op te poetsen of wat dan ook. Dus, maar op dit moment gaat het voornamelijk om methodegebonden toetsen en daar hebben we toch wel gezien dat op de plek waar die cijfers allemaal samenkomen, daar kan je niet geautomatiseerd tot een automatische omzetting tot een schoolcijfer of een rapportcijfer laten. Dat is helemaal denk ik uit de boze, maar tot een schoolcijfer is denk ik heel lastig. En dan willen we in ieder geval de leerkracht nog in controle houden. Dat is wat ik daar vaak zeg, ja. Ja. Kun je iets zeggen over hoeveel scholen of hoeveel partijen nu eigenlijk werken al met UWLR? Is er iets wat in het PO en het VO al heel veel gebruikt wordt? Nou, ik weet niet precies over aantallen van scholen, maar ik weet wel dat een aantal belangrijke leveranciers van lassen en van de grote uitgeverijen binnenkort in productie gaan met UWLR. Dus dan betekent dat er uitwisseling mogelijk is vanaf de educatieve uitgever, dus vanaf de methode naar de leerlingadministratie. En dat is vooral in het basisonderwijs. In het VO, voortgezet onderwijs, zien we daar hier en daar wat pilots en wat projecten en leveranciers die het hebben ingebouwd. Maar nog wel achterblijvend bij het basisonderwijs en in het mbo zijn we met enkele pilots bezig. Dus daar is het nog wat minder in productie. Er is ook een vraag binnengekomen, zie je van een van onze kijkers inzet van hoe houdt de standaard zich eigenlijk aan privacy regels? Ja, dit is een heel belangrijk punt. Ook vooral wat betreft die leerlinggegevens die vanuit de school komen en naar de uitgever gaan. Op het moment dat daar discussie over kwam, ook in de media, waren wij al aan het werken naar van nou, hoe kunnen we nou die gegevens minimaliseren. En toen zijn we er al toe gekomen met die methodes en die methodegebonden toetsen, dat daar gewoon een hele beperkte set van leerlinggegevens nodig is. En die hebben we ook zodanig
ingeperkt, dat die echt heel minimaal is en eigenlijk volgens ons voldoet aan de privacyregels. Voor methode overstijgende toetsen zal dat wat anders zijn. Soms wel geslacht of soms niet geboortedatum nodig heeft. Maar daar is een iets ruimere set, maar wel ook heel erg geminimaliseerd. De voorbeelden die ik noem, geboortedatum en geslacht, dat zijn een beetje de extra gegevens die daar bovenop komen voor methodeoverstijgende toetsen. Dus daar hebben we twee profielen gemaakt bovenop de ruime set die er eigenlijk als basisgegevens zijn. Maar die helemaal toegespitst zijn op die twee processen. Dus methodegebonden toetsen en methodeoverstijgende toetsen. Ja. Oké, we hebben nu iets verteld over wat er tot nu toe mogelijk is met UILR. Het gaat over informatie, het gaat over scoreinformatie, vakgebiedinformatie en een normeringsschaal, wat je terugkrijgt van resultaten. Ik zeg van dat er nog een actie moet ondernomen worden om dat inzicht te verkrijgen. Nu zien wij in allerlei experimenten en contacten die we hebben met scholen, zien we ook al wel wat nieuwe dingen opkomen die wel van belang zijn. Om een plek te geven wellicht in de toekomst. En dan zie je bijvoorbeeld over het actuele inzicht. Hè. Nu moet je als docent eigenlijk zelf nog een actie ondernemen om die resultaten terug te krijgen. Zeker als je gewoon een actueel inzicht wil hebben in waar leerlingen staan, zou je eigenlijk misschien wel dat het misschien op een automatische manier gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk nog niet mogelijk, maar voor de toekomst zou dat wel een goede wens zijn. Je zou misschien ook meer informatie willen geven over het resultaat dan een dan alleen maar over welk vakgebied het gaat. Ik wil bijvoorbeeld ook zeggen over welk onderwerp gaat het. En over welk leerdoel ging nou eigenlijk hetgeen wat de leerling gedaan heeft. Zodat je nog beter kunt begrijpen wat dat cijfer nu eigenlijk betekent. En waar de leerling aan gewerkt heeft. En waar die mogelijke progressie of waar misschien een noodzaak is tot een interventie. Dus dat is misschien informatie die je ook nog wel erbij zou willen hebben. Ik denk dat hoe meer scholen digitaal gaan werken en hoe meer je met verschillende tools werkt, dat de noodzaak om met UILR te werken steeds groter en groter zal worden. Dan is het zeker gewoon heel veel werk om misschien een overkoepelend inzicht te krijgen als je bij elke individuele tool zou moeten kijken. Zou het dan niet mooi zijn als we dat op een uniforme manier, op één manier bij elkaar kunnen krijgen? En UWLR gaat nu eigenlijk vooral over formatieve resultaten en nog minder over summatieve resultaten. Zou jij nog iets over kunnen vertellen, Jos? Ja, ik heb al vaak voorbeelden genoemd over methodegebonden toetsen. Maar de methode overstijgende toetsen. Maar summatieve toetsresultaten, die zijn natuurlijk veel formeler. Wel mee bezig, maar ik weet dat er nog niet zoveel uitwisselingen zijn op dat gebied, maar we zijn wel bezig om daar ook die resultaten onder de paraplu van UWLR te krijgen, dus dat we misschien kunnen doorgroeien naar bijvoorbeeld ook de uitwisseling van de eindtoets basisonderwijsresultaten, maar ook de ziektevoortgangsresultaten of de boom schoolvaardigheidstoetsresultaten, dat soort van landelijk genormeerde toetsen en daar de resultaten van. Ja. Andere informatie die denk ik ook nog relevant is, ik zei het al eerder, van er zou misschien nog veel meer informatie over de lijn kunnen. Je kunt bijvoorbeeld in verschillende tools misschien kijken hoeveel en hoe lang geleden heeft een leerling een opdracht gemaakt. Hoeveel opgaven hebben ze misschien gemaakt. Hoeveel daarvan wordt beheerst. Wat zegt de tool daarover? Hoe lang heeft misschien een leerling over een bepaalde opdracht gedaan? Heeft hij heel veel gewerkt aan de opdrachten, aan de werktijd? Of heeft hij misschien wel heel weinig tijd gestoken in de uitlegtijd? En verklaart dat misschien ook de score daarvan? Ook nog allerlei andere informatie die misschien wat meer inzicht geven in wat een resultaatgegeven nu eigenlijk betekent.
En dat zou ook interessante informatie zijn. Dat merken we nu in ieder geval wel, dat dat wellicht interessante informatie is uit experimenten die we doen. Maar dat is niet mogelijk om met iedereen uit te wisselen. Maar middels die experimenten komen er wel al achter al dat soort dingen over wat er nog meer aan informatie nodig is. Wat ook misschien relevant is om te weten is, als je een leerresultaat binnenkrijgt, aan welk leerdoel wordt er dan eigenlijk gewerkt? Nu kun je daar een soort van overkoepelende leerdoelen voor gebruiken, kernprogramma of leerjaardoelen. Maar er zijn ook tools gebruiken vaak ook hun eigen leerdoelen of behandelen misschien maar een klein stukje van het complete leerdoel. En als je die informatie wellicht ook zou kunnen krijgen uit de toeleverende tools, dan zou je het resultaat nog iets beter kunnen begrijpen over wat het nou eigenlijk betekent. Zijn er op dit moment nog vragen? Even kijken of er bij de Q&A nog wat binnen is. Heb je een opmerking binnengekregen? Docenten die resultaten aanpassen klinkt vreemd. Ik kan me voorstellen dat docenten eerder resultaten toevoegen op basis van eigen waarnemingen of houding in de klas en dergelijke. Ik kan me voor dat laatste kan ik me inderdaad wel heel veel voorstellen dat het vaak niet alleen maar gaat over wat er met digitaal leermateriaal gebeurt. Het zou wel een heel schraal onderwijs worden in mijn beleving als we alleen maar zouden werken met digitale leermiddelen. Je wil ook gewoon dingen op een andere manier doen of in een projectvorm. En het gaat misschien ook inderdaad over andere zaken die ook nog relevant zijn, zoals houding, die je ook zou willen vastleggen. Ik denk dat er inderdaad ruimte moet zijn in een dashboard om ook dat soort informatie een plek te kunnen geven en toe te voegen. Het kan niet alleen maar gaan over de digitale leermiddelen. En sommige leerdoelen kun je bijvoorbeeld ook niet echt toetsen of doen met digitaal lesmateriaal. Als het bijvoorbeeld gaat over spraak of over spreekbeurt of over iets vertellen of een bepaalde soort taal gebruiken. Dan kun je dat soort dingen niet altijd vastleggen in digitaal lesmateriaal. Dus het is denk ik logisch dat er een plek moet zijn voor aanvullende informatie. Die in een dashboard ook kwijt moet kunnen. Docenten die resultaten aanpassen klinkt vreemd. Ja, ik denk wel dat hoe meer zo'n toets tegen het proces aanzit, bij formatieve toetsen is vooral bedoeld om het proces te sturen, dan heb je misschien toch leerlingen die wel tegelijk een toets afnemen, maar waarbij je misschien niet altijd dezelfde normerings- of toetsschaal zou willen hanteren. Dus daar zit denk ik vooral de vrijheid in die docenten hebben en die interpretatieslag een resultaat meenemen of ja, de afloop nog een beetje aanpassen aan hoe de werkelijke situatie van die leerling is en wat hij precies gedaan heeft en op welk niveau die zich zou moeten bevinden. Dat soort dingen bedoel ik vooral. Oké. Nou, ik zie voor de rest gewoon niet nog één vraag. Dan het laatste stukje van het webinar. We lopen vrij aardig op schema om binnen een uur te redden. Hoe gaat het nu eigenlijk verder met zo'n ontwikkeling van zo'n standaard? Binnen het doorwerk, ik als ketenadviseur en alle andere adviseurs binnen kennis, proberen inzicht te krijgen in wat er nu eigenlijk nodig is om zo'n centraal dashboard mogelijk te maken. En dat doen we bijvoorbeeld binnen versnellingsvragen samen met scholen of besturen die nu al tegen dit probleem aanlopen, dat ze graag een centraal inzicht zouden willen, een overkoepelend inzicht zouden willen hebben. En daar leren we heel veel uit over wat er nodig is. En wat ik voor standaarden altijd heel belangrijk vind, het is misschien iets theoretisch, maar het moet gevoed worden door wat het onderwijs nodig heeft. Wat de praktijk nodig heeft aan informatie en welke informatie ze nodig hebben om te kunnen handelen, om uiteindelijk te helpen om leerlingen beter onderwijs te geven of beter te kunnen ondersteunen. En dat halen we denk ik alleen maar uit de praktijk. Nou, wanneer zou UWLR nou eigenlijk relevant voor jou? Nou, werk je met digitaal leermateriaal, werk je met methodetoetsen, methodeoverstijgende toetsen, dan zou UWLR voor jou al werk uit handen kunnen nemen als je informatie uit het ene systeem naar een andere systeem zou kunnen krijgen zonder dat je het hoeft over te tikken. Werk je met verschillende digitale leermaterialen voor één vak?
Dan heb je denk ik ook wat meer noodzaak aan zo'n standaard om die voor jou te kunnen laten werken. Dat je dat overkoepelend overzicht kunt krijgen. Wil je uiteindelijk ook gewoon minder overtypen uit het systeem naar het andere, nou, dan is zo'n standaard, kan daar een bijdrage aan leveren. En dat kan de administratieve last op den duur verlagen. Ik denk dat er voor best wel veel scholen uiteindelijk een hele interessante en handige standaard is. Nou, om duidelijk te krijgen wat er dus ontwikkeld moet worden, is het van belang dat die standaard ook in de praktijk betoetst wordt. Dat er mee geïmplementeerd, dat er mee geëxperimenteerd wordt. Ik wil schaffen aan dat er in het PO al wat meer gebruik van het framework wordt gemaakt, in het VO is dat wat minder. Maar feedback uit de praktijk is van zo'n standaard, vind ik, echt van essentieel belang. Daar is wat we informatie uithalen die sturing geven aan wat er nodig is. Als je het interessant vindt om eens te kijken van wat zou het nu weer bijvoorbeeld voor jou kunnen betekenen, wat zou het kunnen opleveren, hoe zou het voor jou werken in de praktijk, kun je een docent uiteindelijk wat nemen met informatie te krijgen. Maar dan is het heel interessant om te gaan vragen aan je leverancier van hey, zou ik eens met UWLR aan de slag kunnen gaan? Zouden we daarmee aan de slag kunnen? Is het iets wat jullie ondersteunen of niet? Of zou die dat gaan willen ondersteunen? En ik denk dat dat heel nuttig is om te gaan doen. En daar kunnen we niet zonder de input van scholen, vind ik. Dat is wat er daarvoor nodig is om de toekomst te bepalen. Wat is er nodig voor informatieuitwisseling? En hoe gaan we dat een plek geven? Dus wil je daarmee aan de slag gaan? Nou, dan kun je het eerst eens vragen aan je LGS-leverancier, je LAS-leverancier of je leermiddelenleveranciers. Hey, ondersteunen jullie JLR? Kunnen we daar eens mee aan de slag gaan? En als je daarmee aan de slag wil gaan, dan vind ik het ook heel interessant om te weten wat er daar dan gebeurt. En helpt het jou, helpt het jou niet? Of wil je überhaupt met dashboard aan de slag gaan? Dan ben ik persoonlijk bij mijn werk heel erg geïnteresseerd in te zien wat er gebeurt. Kijken of we daar misschien ook wel wat ondersteuning bij kunnen bieden. Dus zou je dat willen doen, dan kun je hier mijn e-mailadres vinden. Ik zal ook na het webinar je nog even benaderen met mijn contactinformatie. Want ik ben heel erg geïnteresseerd in om te kijken hoe dit nou in de praktijk werkt. Helpt het je nu? Helpt die informatie die je krijgt? En hoe kun je het op een manier weergeven die ook het zo makkelijk maakt om die informatie te interpreteren? Er is nog een vraag binnengekomen, zie ik. Centraal dashboard en verstandingsvragen. Wat levert dit nu op? Is iets meer van bekend? Is er iets bekend over de impact van UWLR? Er zijn een aantal plekken waar je informatie over kunt vinden. In ieder geval op de website van de PO-raad van verstandingsvragen komt daar informatie over. Op de website gaan een aantal artikelen verschijnen over dingen die we hebben geleerd uit de experimenten tot nu toe. En ik denk dat die informatie die we daar uithalen, die betrekking hebben over voortgangsinformatie, dat we die ook moeten funnelen of sturen naar de mensen die met UWLR bezig zijn. Bijvoorbeeld in JOS, maar dat het ook in een breder perspectief gedeeld wordt. Wat leren jullie nou eigenlijk uit en wat is er misschien nog meer voor informatie nodig? Dus er is mij juist eraan gelegen om die informatie juist te gebruiken wat we leren uit experimenten met verstandingsvragen, om dat te sturen naar uiteindelijk iets wat ook echt in, nou ja, in productie, in de realiteit gebruikt kan worden. Heb jij nog een aanvulling op, Jos? Nee, eigenlijk niet. Ik nodig ook inderdaad de scholen ook van harte uit om UWLR te volgen en daar waar mogelijk ook te beïnvloeden, zodat het precies voldoet aan wat de scholen nodig hebben, of de mensen op de scholen, de leerkrachten en de mentoren. Ja. Zijn er verder nog vragen? We hebben op zich het einde van het webinar bereikt. Zijn er nog vragen die jullie hebben aan ons? Nee, het lijkt wel niet. Het was heel duidelijk. Weet je. Dankjewel.
voor de opmerking, Mark. Ik hoop dat... het is zeker belangrijk voor de toekomst, denk ik. Hoe meer digitaal, hoe beter je dingen zou kunnen uitwisselen. En als je het op een uniforme manier doet, dan lijkt me dat een hele goede stap om te zetten. En je kunt dus nu ook al ermee aan de slag gaan. Dus wil je met UMLR aan de slag? Vraag ernaar bij je leveranciers. Laat het ons ook weten, want dan weten we dat jullie ermee aan de slag zijn. En daar kunnen we ook weer dingen uit leren juist. Om het toch beter te maken. Er is nog een vraag van... die gaat over... Er is ook een project om een standaard nummering voor gegevensuitwisseling te gebruiken. Is het ook een UMLR in gebruik? Gaat het hier misschien over de nummervoorziening? Ik denk het haast wel. Ja, er is in UMLR wel rekening mee gehouden dat er een uniek nummertje aan een leerling hangt. En dat nummertje wordt ook gebruikt bij de resultaten. Dus bij de resultaten vind je ook niet meer aan informatie over leerling als dat unieke nummertje. En omdat de school dat nummertje ook verstuurd heeft, kan die bij de ontvangst van de resultaten dat koppelen aan de juiste leerling. Maar wij zeggen in UMLR altijd van ja, het maakt ons niet uit wat voor nummertje dat is, al is dat een uniek nummertje voor deze methode of voor deze dag bij wijze van spreken, nee, voor deze uitwisseling, dan dat is ook prima. Maar we zien nu een wat meer persistente nummer, de nummervoorziening. Misschien dat we hier onder dezelfde vlag die leerling identifier kunnen gebruiken. Misschien dat we daar een apart veldje voor moeten gebruiken, omdat die identifier van de nummervoorziening ook aan specifieke voorwaarden voldoet, zodat we die ook kunnen testen en kunnen toetsen. Dat die goed gebruikt wordt. Het zou een mogelijkheid zijn dat een aparte uitbreiding wordt van ULR. Maar dat is de eerste wens erover zijn binnengekomen. En op het moment dat dat nodig is, dan kan die standaard worden uitgebreid. Dat is zeg maar actief beheer van een standaard. Op het moment dat het nodig is, dat daar ook de juiste voorzieningen zijn om ermee te kunnen werken. Oké. Okay. Er staat ook informatie over de nummervoorziening online. Ik zal ook in het aftercare mailtje na dit webinar ook naar verwijzen waar je informatie kan vinden over de nummervoorziening en wat dat doet en wat dat mogelijk maakt. Denk ik een hele mooie ontwikkeling. Ik zou zeggen, laatste kans om vragen te stellen voor vanmiddag. Zijn er nog vragen, dan kun je ze nu droppen in de chat. Zo te zien, is er een standaard applicatie die een generiek dashboard levert? Ik denk dat je op verschillende plekken een centraal dashboard kunt zien. Er zijn natuurlijk de leerlingadministratie en leerlingvolgsystemen die nu al op de markt zijn. Ik denk dat je daar een plek vindt voor een mogelijk generiek dashboard. Er zijn ook wat gespecialiseerdere partijen die zich specifiek richten op het maken van een generiek dashboard. Dat zijn dan andere partijen dan de leerlingvolgsysteem en leerlingadministratie. Maar ik denk dat je op die beide plekken een centraal dashboard zult zien ontstaan. Dus enigszins binnen bestaande systemen. En die zitten denk ik op een hele interessante plek. Omdat er al zoveel informatie over leerlingen op staat. En dan misschien een wat meer gespecialiseerde dashboards waarin je zo'n generiek iets vindt. Uiteindelijk denk ik dat er ook gewoon nog een plek blijft voor de bestaande dashboards in een methode. Het hangt een beetje af van hoeveel informatie wil je nu eigenlijk in zo'n generiek dashboard. Je kunt er alles in zetten.
Maar er zitten ook heel veel detailinformatie die bijvoorbeeld voor een mentor niet zo interessant is, maar die voor een vakdocent wel interessant is. En dan zou ik je ook voorstellen dat je dan kunt doorklikken van het generieke resultaat naar het gedetailleerdere resultaat in de applicatie van een leverancier. Dus ik denk dat er een plek is voor een generiek dashboard en een plek is voor een gespecialiseerd dashboard. Voorbeelden van dashboardleveranciers voor het PO. Ja, je hebt de grote leerlingvolgsystemen en de administratiesystemen waar je dat in vindt. En daarnaast is er gewoon in heel veel digitale methodes. Kun je dat vinden? Ik denk bij alle grote uitgevers, zoals Jos al zei, die hebben zoiets in hun digitale methodes. Dus denk dat je daar heel veel kan vinden. Specifieke dashboardleveranciers voor het PO, die echt op het gespecialiseerde zitten, die zijn er wel, maar die zijn niet heel specifiek voor het PO. Ik denk die nog heel erg in ontwikkeling zijn.